komt uit Liberia. Hij woont 6 jaar in Nederland en heeft hier asiel aangevraagd. Hij is vanuit Liberia gevlucht voor het oorlogsgeweld onder oud-president Charles Taylor. They are bringing Charles Taylor to Den Haag. The room of Milosevic is still empty. So Charles Taylor don't have to pay rent. He already has a free room. So I mean, we are waiting for him there. But we want to see justice, you know. It's important because of him. I lost my pop, my brothers, almost my entire family. So, I for one, I'm a carpenter, but I still want to see justice. De asielprocedure van Dick loopt nog, maar hij wacht de uitslag niet af. Dick keert vrijwillig terug naar Liberia.